deel van de bewoners van de Petrakastraat in Rotterdam-IJsselmonde eist per direct sloop van hun woningen. In een demonstratieve optocht gaan ze daarom naar verhuurde havensteden. Naar eigen zeggen zijn hun huizen onbewoonbaar. De deur is niet goed. Als je de deur hartslag, je kan het zien, het is kapot. Bewoner Jan Saathoff heeft een vorm van kanker overleefd en kan niet langer tegen het gebrek aan dubbele beglazing. Als je winters in de keuken bent, of in de slaapkamer bent, dan moet je een dubbele dekbord hebben. Je moet in de keuken altijd een trui rond, want je sterft van de kou. Mogen verhuizen zonder uitverhuisvergoeding. Dus dan kan je wel een ander huis krijgen, maar je krijgt geen geld mee. Bij het kantoor van de huisbaas wordt een zwart boek aangeboden. En zo'n 200 handtekeningen van bewoners die direct de sloop eisen. Maar zover wil de verhuurder niet gaan, ook al was dat eerder wel beloofd. De oorspronkelijke plannen die er lagen, die kunnen niet doorgaan. Dat waren te dure plannen, daar hebben wij geen geld voor. Dat komt... Ook bewoners die niet mee demonstreren, steunen de sloopwens. De buurt zou achteruit rennen, door het slecht onderhoud. Maar ook door zaken als de grote hoeveelheid zwerfafval in de portieken. U heeft in deze woning last van kakkelakken. Ja, dat ook. En spiders. Oké, niet die stichting is erop. Dan ben je zelf een viezerik. Zo simpel ligt het wel. Maar ja, ik heb in die tijd dat hier mensen wonen die graag op de kont zitten. Plaatswerking. Hey, witte meer! Wij kunnen op dit moment alleen toezeggen dat we een besluit nemen voor het einde van het jaar. En zo lang gaat het in ieder geval niet duren. Wij zitten slecht! Jullie zitten goed! Wij zitten slecht!